Hoezo denk je dat ik... Ja, waar zit je dan aan, Jan? Anders pak ik echt mijn make-up tasje weg, hoor. Hoezo je make-up tasje? Die gebruik ik nooit. Maar wat heb ik nou gedaan dan? Nou, moet je eens kijken, joh. Ga nou de kraam... Nee, maar ik kan het je wel uitleggen. Nee, het kan me geen wees schelen. Je gaat... Als ik mijn broek uitdoe, is het dan goed? Ik vind het gewoon niet leuk. Ik wil geslapen, ik heb pas van mijn kop heen. Het was haar. Maar dan zie ik weer allemaal bruine foundation op handen. Nee, deze zijn echt lekker. Deze moet je echt proeven. Proef. Nee. Proef! Weet je wat je moet doen? Heb je dit uitgetoft? Ja. Nee, lekker. Lekker met sausje. Zelfgemaakt sausje. Nee, dit is echt serieus next level shit. Kijk, je ziet mij toch? Nee, je gaat niet slapen. Ik beslis, godverdomme. Nee, oké, let op, hè. Je ziet deze toch? In het slijm. Kijk, ik heb het trucje. Jij moet je iets bukken. Nee, ik ga serieus niks doen. Kijk. Dan heb je deze. En dan geef ik hem zo over naar de andere hand. Je moet in de lens kijken, anders werkt het truc niet, oké? En dan ga ik zo, ik ga je hypnotiseren, ja? Ja, ik geloof het echt zelf. Ik kan hypnotiseren. Ik kan niet eens hypnotiseren, maar jij bent heel lekker aan het eten. Wat is er? Ik wil helemaal niks. Ik wil echt geen troep meer hebben. Ik maak geen troep. Hoezo denk je dat ik... Waar zit je dan aan, Jan? Anders pak ik echt mijn make-up tasje weg, hoor. Hoezo je make-up tasje? Die gebruik ik nooit. Why the fuck you lying? Nee, maar we maken geen troep. Echt niet. Troep is voor mietjes. Ben je klaar? Ja. Hey Sam, ik heb een trucje, ja? Kijk, ik wil geen problemen krijgen. Dus als jij de badkamer nou opruimt en ik ren naar boven toe en ik barricadeer de deur, is het een win-win situatie. Hoezo? Omdat ik dan namelijk geen problemen krijg, niks hoef op te ruimen. Jij krijgt wel problemen en jij mag het opruimen. Oh! Maar is dat een deal dan? Ach, hey, daar zit jouw tuf aan. Hè? Dit is echt vies. Dit is echt heel vies. Ach, ik ook met dit spul. Ik heb hem gebruikt, hoor. Dit zijn badkameravonturen met Job en Sam. Kom, we gaan een liedje maken. Taman. Ken je Choppie? Nee. Ken je Choppie niet? Nee. Ken je gekke Choppie niet? Nee. Choppie met Chopsel. Chopsel? En his name is Choppie! Wat is een Chopsel? Ken je hem echt niet? Nee. Choppie, hij was hier vorige week. Hij bleef hier slapen. Oh, je bedoelt Makan? Nee, Choppie. Je moet het goed schoonmaken. Maar we gaan het ergens over hebben, ja? We gaan praten over, wat vind jij nou het mooiste chopsel bij Choppie? Nee. Psst. Wat vind jij nou het mooiste chopsel bij Choppie? Wat is een chopsel? Dat is het haar. Ja, maar en wie is Choppie? Choppie, dat is Makan. Nee, Makan is Choppie. Het is alsof je suiker en melk hebt in de koffie. Het is één. Ga je dood. Ik heb haar gekidnapt en bij de 10.000 likes laat ik hem weer gaan. En bij de 10.000 likes ga ik haar pranken, dus like de video. Ja? Wat is er? Je moet even iets harder praten, ik hoor je niet. Ik ben helemaal niet flauw, ik schreeuw helemaal niet. Dat maak je er zelf van! We zeggen wel dat jij schreeuwde, ja? Anders krijg ik problemen. Nee. Weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen er ook gewoon dood maken. Dan hebben we allebei geen probleem. Dit klinkt misschien hard. Wacht eens, ik wil het proberen. Dit zijn toch dingen die je in je vagina moet stoppen als je ongesteld bent? Nee, dit zijn wattenschijfjes. Moet je niet eten. Wat? Het smaakt best wel goed, man. Maar dat is niet erg. Iedereen kan een apart hoofd hebben. Ik daarentegen kan dat fixen. Nee, kom. Kijk. Nee. Ik wil slapen. Ja, dat kan ook. Nadat je weer een normaal hoofd hebt. Kijk. Nee. Je moet eerst zo. Nee. Kijk. Haal het weg. Doe dat weg. Nee, kom eens. Nee, haal het weg. Kijk, ze is mooi. Nou ja, soort van, ik bedoel, je snapt hem. Maar beter dan eerst. Bruh. Ik wil niet vervelend zijn, maar zou je misschien heel even willen komen? Nee, maar ik wil even iets vragen nu, ja? Nee, ik heb hoofdpijn en ben ook niet lekker. Ben je blij dat ik geboren ben? Ja, heel blij dat ik geboren ben. Ben ik een wonderkind? Ja, doe die deur eens even open. Ik moet tanden poetsen. Maar je hebt toch geen tanden meer? Ja, is dit vervelend wat ik nu doe? Ik heb gewoon behoefte om even rust te hebben nu. Ik heb behoefte om heel veel geld te hebben en te rijden in een Lamborghini terwijl... Oké, we ruimen heel even de badkamer op. Niet dat hij vies is hoor, maar je snapt hem. Het is haar schuld, ik weet niks, ik zweer het. Ik zei dat dit moeten we niet doen, maar zij zei ja, je moet het doen. Je moet me met foundation in mijn gezicht smeren. Kijk wat je hebt aangericht. Je hebt een aidsvlek. Wat is dat? Het is geen 1. Wat is het dan? Uitslag. Dus ik heb een goed plan. Ik ontsnap via het raam terwijl jij hier alles opruimt. Dan kom ik via de voordeur er weer in. Dan zeg ik, oh kijk wat is er. Oh, Sam heeft alles vies gemaakt, toch? En dan ga ik naar boven en dan krijg jij de klappen. Nee. Jij bent de incasseur. Jij incasseert alles wat pijn doet in dit huis. Oké, dan moet ik je nu gaan betasten. Bijna hoor, 5 minuutjes. Maak er maar 10 van. 15, misschien 20. Nee. Doe maar. Doe nou, niet die deur open doen. Dat is alsof je fucking leeuw uit en... Ja, je wil weg, kijk die fucking badkamer. Jij denkt dat? Ja, maar we zijn een team toch? We moeten samenwerken in dit huis. Fuck jou. Nee, niet doen. Jawel, jij verdient. Nee, niet doen. Nee, maar niet in mijn mond. Oh, jij hebt die gebruikt. Doe normaal. Nee, jij hebt die gebruikt. Doe normaal. Dan man. Niet. Nee. Oh, dit is echt heel vies. Dit is echt vies. Maar toen brak de hel los. Wat heb ik nou gedaan dan? Nou, moet je eens kijken, joh. Ga nou de kraam... Nee, maar ik kan het je wel uitleggen. Nee, het kan me geen reet schelen. Je gaat... Als ik mijn broek uitdoe, is het dan goed? Ik vind het gewoon niet leuk. Ik wil geslapen, ik heb pas in mijn kop heen. Het was haar. Ik ben in de problemen gekomen. Het is allemaal haar schuld. Jullie hebben het gezien. Ik deed niks. Ik deed helemaal niks. Hey. Maar dan zie ik weer allemaal bruine foundation ophangen. En ja, toen ben ik maar gestopt met filmen voordat ik, in Choppie zijn woorden, wahet foesoe zou krijgen. Like deze video massaal als jullie meer van dit soort video's willen zien. En like deze video massaal als jullie mij, mijn oma, misschien wel een keer willen zien pranken. Al ga ik dan waarschijnlijk dood. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen. Het was haar.